Omdat ik ziek ben, vind ik dit ook echt heel bijzonder. Oma Audrey is ernstig ziek. Vandaar dat zij vandaag verrast werd met een kerstdiner. En dat werd bezorgd door... Ho, ho, ho. Vrolijk kerstfeest. Mensen hebben bij ons een kerstpakket kunnen bestellen. En in volle ornaat in de kerstsfeer. Helemaal van de Noordpool zijn we de kerstmannen in de elf laten komen. En brengen wij de diners bij de mensen thuis. En dat is een lichtpuntje in het dorp. In deze toch wel donkere tijden. Voor ons als horeca helemaal. De eerste stop, oma Audrey. Mevrouw Wokke heeft heel veel voor het dorp gedaan. Vrijwillig voor de gemeente. En helaas is ze ernstig ziek. En dan willen we hun verblijden. En dat verblijden is wel gelukt. Ja, wij zijn op zoek naar Audrey Wokke. Nou, omdat de mensen allemaal zo met mij begaan zijn en om mij gedacht hebben. Dat is echt fantastisch. Audrey heeft kanker en de komende dagen zijn extra spannend. Ik hoop een lichtpuntje te krijgen. Ik heb net weer een biopt gehad. En de uitslagen weten we niet. Dus voor ons is het echt elke dag bekijken hoe... Haar kleindochters mochten voor het eerst weer naar oma toe vandaag. Daarvoor zat ze in quarantaine. Het voelt best wel triest voor haar, want het is best zielig. Dus dat was voor hun ook heel moeilijk. En ik kon niet goed praten. Hè, meiden? Nee. Deze verrassing was dan ook meer dan welkom bij de familie. Audrey hoopt haar vrijwilligerswerk nog lang met heel veel liefde te kunnen doen in Bergen. Maar dat doen we met elkaar in het dorp en dat is ook wat Bergen sterk maakt.